Een boom kiezen is hier echt niet gemakkelijk. Er staan er hier zoveel. Nu, maar waar letten we op als we een boom kiezen? Sommigen hebben een rechte stam, anderen zijn iets meer grillig of artistieker. Nu, ik hou er best wel van. Maar toch even vragen aan de boomkweker welke boom ik nu best kies voor in een kleinere tuin. Dag Filip. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben eigenlijk op zoek naar een boom die een beetje grillig, knoestig, een beetje artistiek van vorm eigenlijk groeit. Ja, dat hebben wij genoeg staan. Dat is geen probleem eigenlijk. Als je iets speciaals zoekt van stam, dan is hier de hele S. Mm-hmm. Niet alleen de hele herfstkleur, maar ook de zwarte knoppen, ja. En ook de hele takken in de winter. Nu, eigenlijk zoek ik een boom die geschikt is voor in kleinere tuinen. Want de oppervlakte is niet zo heel groot, dus ik denk dat die S hier een beetje terrein zal worden. Ja, die wordt iets groter. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een iets kleinere boom wilt. De Acecampester nanum. Dat is eigenlijk een bol, een Spaanse aak. Ja, aken in bolvorm. Dus je ziet ook aan de stam, dat zijn al niet echt jonge boompjes. Die groeit ook zeer, zeer traag. Het is heel, die is heel decoratief. Gepast voor een kleinere tuin. Eigenlijk. Zeer gepast voor een klein tuintje. Of voor een stad, ja. Ja, ja. Liquidambar heeft niet enkel een mooi blad, maar ook een hele mooie verweerde stam, zoals je hier ziet. Liquidambar heeft ook een hele mooie herfstkleur. Dus gaande van rood naar geel. Afhankelijk van zijn standplaats waarschijnlijk. Ja, dus hoe meer hij in de wind staat, hoe sneller hij ook verkleurt. En hoe roder en mooier hij ook verkleurt. Ja. Kleinere bomen kiezen voor in tuinen die niet zo groot zijn. Maar stel nu dat je toch een boom hebt die behoorlijk groot kan worden. Dan kunnen we hem jaarlijks rondsteken, zoals ik nu doe. En door een boom jaarlijks rond te steken, toppen we eigenlijk de groeipunten van de wortel in. En op die manier zal de boom volgend jaar minder hoge scheuten vormen, maar wel een compactere wortel doen of een wortelkluit vormen. Voilà. En als dit gedaan is, drukken we dit gewoon weer toe, zodat eigenlijk niemand weet wat we uitgespookt hebben. Hè? Voilà. Ik zie ondertussen dat Filip met iemand bezig is. Eens kijken of ik mag meeluisteren. Kijk, dat is een heel mooi exemplaar. Dat is mooi gesloten. Heeft een mooie vorm. Ik denk dat dit wel een heel mooi plekje zou hebben in uw tuin. Hallo. Ja. Ik ben Stefan. Hallo. Dag Stefan. Ook op zoek naar een plant? Ja. Maar het is niet gemakkelijk, hè, want er staan hier zoveel planten op de kwekerij van Filip. Mijn vrouw is geïnteresseerd in een Taxus fastigiata, een oud exemplaar eigenlijk, voor een speciaal plekje in een tuin. We doen dat gewoon uit met een grote draadkluit. En die laat je zitten? Na het planten laat je die draadkluit gewoon zitten? Ja, dat roest weg eigenlijk. En de aarde van de kwekerij gaat mee eigenlijk bij u thuis. En zo kunnen wij succesvol verplanten. Dat kunnen 100% garanderen. Ja. Nu, zoiets doe je toch niet meer uit met de spade? Nee, we hebben daar iets zwaarder aangepast materiaal voor. Oké, ik ben al benieuwd. Jij waarschijnlijk ook. Dus laat de cavalerie maar komen. Oké, kom aan. Het kan echt geen kwaad, hè? Nee, dat vind ik perfect van. Kijk, hier Stefan. Hier zie je de fijne haarwortels van de taxis. Ja, en op die manier als. Ja, we hebben hem eigenlijk volledig in zijn geheel uit de grond genomen. Dus op die manier hoeft Els geen schrik te hebben voor de hergroei van de plant hier. Nee, we gaan die nu mooi inpakken in een draadkluit. Mm-hmm. Door? Ja. Zet er maar op, hè. Oh. Ja, oké, zet maar op. En Els, had je wel gezien dat er gebeurt? Nee. Het is wel te boeiend eigenlijk. Ja. Dus gewoon thuiskomen, putje maken of putje laten maken en inplanten. En klaar is Kees, hè? Of klaar is Els, hè? Ja.